Drie keer raden waar ik laatst ben geweest. TK Maxx. Er komt nog een Shop With Me online en een shoptocht daarvan. Oh, het was zo leuk. Hallo en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik naar de HEMA. En dit heb ik eigenlijk nog nooit gefilmd volgens mij. Nee. Ik vind de HEMA en dan de home afdeling echt mega leuk. Ze hebben daar echt gewoon leuke sieren latijntjes, hebben dingetjes. Het kerstassortiment is daar ook echt ontzettend leuk. Je hebt daar ook de geur, je hebt van die geurkaarsen daar en dan de geur Winter Wonderland. Die is niet normaal. Echt heel erg lekker. Gewoon kerst in een pot. Dus ik ga daar vandaag even lekker heen, kijken wat ze hebben en ook shoppen. Want ik heb een fashion check nog gekregen voor mijn verjaardag, volgens mij ja. En ik zag dat je daarvan naar de HEMA kan. En ik wist dat eigenlijk helemaal niet, dat je bij de HEMA dat kon uitgeven. Dus deze meid gaat lekker los bij de HEMA vandaag. Heb je zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je dus niet te abonneren op mijn kanaal. Maak je me heel erg blij mee. En dan gaan we samen lekker naar de HEMA toe. Ik neem jullie gezellig mee. En ik ga laten zien wat ze dus op dit moment in het assortiment hebben van de HEMA. Dus dan hoef jij er niet heen. Want ik ga het laten zien. Heet. Voor we naar de HEMA gaan wil ik Decennio nog bedanken voor het sponsoren van dit stukje van de video. Ik heb namelijk de vorige keer heel wat lijsten en posters mogen uitzoeken bij Decennio. Dit heb ik samen gedaan met mijn zus. Check de vorige video, daarin heb ik het helemaal laten zien. Ik zou hier wel wat sfeerbeelden laten zien. Maar mijn zus die woont nu op haarzelf met haar vriend. Ze hebben een eigen huis. En daar hebben we het even gezellig gemaakt met lijsten en posters van Decennio. Keus is echt reus. Je kan echt mega veel halen bij Decennio. En ik heb nog een mega leuke kortingscode voor jullie. De code is nog maar geldig tot... Even kijken. Als jullie dit zien is het 24 november. En de code is geldig tot 27 november. Dus niet meer zo lang. Met de code FLOORDELVER krijg je namelijk 55% korting op posters. 55. Ik vind het nog steeds bizar veel korting. Heel erg chill, dus check zeker even de link in de beschrijving. Daar zou ik de link plaatsen naar de Decennio website. En gebruik dus zeker de code FLOORDELVER voor 55% korting op posters en 10% korting op lijsten. Check de beschrijving en dan gaan we nu gezellig naar de HEMA. Ik heb er helemaal zin in. Daar zijn we dan, bij de HEMA. Eigenlijk als je binnenkomt, kom je gelijk terecht bij de kinderafdeling. En eigenlijk kijk ik er nooit, want ik heb er niet veel te zoeken. Maar mijn oog viel gelijk op deze kerstdingen. Oh mijn god, die kerstkleding bij de HEMA is echt veel te schattig. Ook zag ik deze brievenbuspakketjes en hoe leuk is dat als iemand ziek is of als je iemand wil verrassen om dit dan door de brievenbus te doen als cadeautje. In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family. Eigenlijk ga ik bij de HEMA waar ik altijd heen ga, dat is in Nijverdal, altijd naar boven, want daar heb je de home decoratie en daar word ik gewoon echt intens gelukkig van. In Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue.
Ik zag echt mega schattige kerstdecoratie, bordjes met die kerstboom erop op die auto. Echt zo lief. En weer zag ik wat kleding, ook deze kerstsokken en zo. Dit is ook echt mega leuk als kerstcadeautje, maar ook gewoon als je gaat dobbelen dit jaar. Dan is dat ook altijd wel grappig om tijdens het dobbelen als cadeautje erin tussen te leggen. Ik weet niet wat het is, maar dit jaar heb ik echt iets met candy canes en gingerbread. Ik vind het zo schattig. Dus alles met candy canes en gingerbread moet ik dan ook even bekijken. Want het liefst neem ik ze allemaal mee naar huis. Deze mok vond ik ook echt heel erg mooi. Die had gouden details en was dubbelzijdig. Dus dat, ja, als je de thee in doet, dan blijft het ook gewoon lekker warm. Cause it's Christmas time and I need you around, darling. So come. Dan weet ik nog van vorig jaar dat ze echt ontzettend veel kerstkaarsen hebben. Deze die ik nu laat zien hebben geen geur, maar de opdruk is zo schattig om gewoon alleen al neer te zetten in je slaapkamer of in je woonkamer. Ik ben wel benieuwd, welke van deze allemaal zou jij kiezen? Oh mijn god, zoals ik net al zei, ik ben gek op gingerbread en ik zag dit servies en ik moet het hebben. Ik heb het niet gekocht, maar oh, het ziet er zo schattig uit. En ook deze chocoladevormpjes met gingerbread en candy canes. Ik kan dit niet aan. Zoals je ziet is het echt mega veel kerstdecoratie. Veel voor het bakken, maar ook gewoon voor je cadeautjes om het in te pakken. Ik vind het altijd echt heel erg leuk om ertussen te kijken. En ik doe ook altijd best wel veel moeite om mijn cadeautjes mooi in te pakken, want ik word daar gewoon heel erg vrolijk van. Kerstkaarten dit jaar bij de HEMA zijn ook echt mega schattig. Ik vind deze met die huisjes intens leuk. Ik heb nu al wel genoeg kerstkaarten thuis, maar anders had ik deze absoluut meegenomen. En dit stickerboek is ook echt mega handig voor cadeautjes, omdat het nog een beetje leuk op te pimpen. Ik kijk ook altijd nog even bij de bakdingen, want soms hebben ze wel van die gekke, leuke bakdingetjes. Hier kwam ik nog meer kerstkaarsen tegen. Deze kende ik nog niet, dus ik denk dat deze nieuw zijn. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing. Oh, ik vond deze stolp ook zo leuk met die rendieroortjes van glas. Echt veel te schattig. En de laatste tijd heb ik dus ook een obsessie voor huisjes waar je dan een kaarsje in kan doen. Ik vind ze echt heel erg leuk. En nu zag je ze dus ook bij de HEMA met verschillende kleuren. En de prijs valt best nog wel mee. Normaal zijn deze best wel duur, dus €7,50 voor een huisje valt nog wel mee.
En ik zag deze te vette grote cadeautassen. Hoe leuk zijn deze printjes ook. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes to... Ik heb de Winter Wonderland kaarsen gespot hoor. Ik heb deze dus vorig jaar gekocht en deze geur is zo lekker. Ik had vorig jaar de geurstokjes en de mega grote pot. Dit jaar heb ik hem niet meegenomen omdat ik eigenlijk al heel veel kerstkaarsen heb. Maar zeker de moeite waard, want het is echt kerst in een kaars. Heerlijke geur. Kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that. Dat was alweer de video. Ik hoop dat jij het leuk vond om naar te kijken. Ik ben heel erg benieuwd wat jij van het assortiment van dit moment vindt. Bij de HEMA. En wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik ga nog een aparte HEMA shoplog opnemen. Dus dat komt er nog aan. Vergeet je dus niet te abonneren op mijn kanaal om die video niet te missen. En dan zie ik jullie tot de volgende video weer. Doei!